hele goede morgen. Ik kijk naar het TV Westnieuws van vrijdag 15 februari en ik ben Nawal Bakali. De extra winteropvang voor daklozen in Den Haag sluit vandaag. Het vriest namelijk niet meer. En ook al gaat de temperatuur zondag weer omlaag, de gemeente houdt voet bij stuk. De Belangenvereniging voor Dak- en Thuislozen vindt het jammer dat de gemeente zo vast blijft houden aan de regels. Dat is minimaal 50 man hier in Den Haag, wat weer de kou in moet, in de vries. En ja, tuurlijk, regels zijn regels, daar moeten we ons aan houden. Maar af en toe een beetje menselijkheid en een beetje out of the box denken. Dan had je deze mensen een heel groot plezier gedaan. Ja, en dan had je ze niet eigenlijk letterlijk in de kou laten staan, omdat de regels dat nu eenmaal niet toestaan. Wethouder Klein van Den Haag moet de gemeenteraad voortaan beter op de hoogte houden van de financiële positie van voetbalclub ADO Den Haag. Een voorstel van GroenLinks werd gisteravond door bijna de hele raad gesteund. Veel partijen voelden zich 2 weken geleden overvallen door het nieuws dat de KNVB de club onder verscherpt financieel toezicht heeft geplaatst. Een motie van ongenoegen over de communicatie van de wethouder haalde het niet. Den Haag grijpt niet in bij de langdurige acties voor betere zorg bij verpleeghuizen van HWW. Vakbond Advocabo FNV zegt dat de verpleeghuisbewoners door de hoge werkdruk niet de zorg krijgen die zij verdienen. Het zal vooral misgaan bij de toewijzing van hulp en de besteding van extra geld van het Rijk. HWW bestrijdt dat en het personeel is verdeeld. De SP en de groep De Mos wilden dat de gemeente ingrijpt, maar wethouder Karsten Klein voelt daar niets voor. Het was gisteren Valentijnsdag, de dag van de liefde. En echtparen die ooit getrouwd zijn in de oude raadzaal aan de Javastraat in Den Haag konden gisteravond hun trouwfoto opnieuw laten maken. Deze fijne dag. Thijs en Annemarie zijn 50 jaar getrouwd. Ze herinneren zich hun trouwfeest nog als de dag van gisteren. De dag van 31 oktober 1962 is natuurlijk een enorme herinnering voor ons. Zeker met al die kleintjes van 4, 5 jaar oud die hier achter ons stonden. Ja. En muisstil waren tijdens die trouwerij, zo gezegd. Je bent elkaar lief. Meer dan 50 echtparen willen graag nog een keer op de foto in de oude raadzaal. De plaats waar zij ooit in het huwelijksbootje stapten. En dat het Valentijnsdag is, maakt de dag compleet. Heeft u bijvoorbeeld nog iets gedaan voor uw vrouw vandaag? Nee, het is omgekeerd. Zij heeft alles georganiseerd. En was ze de hele dag warm aan het lopen voor vanavond. En dit is de nieuwe trouwfoto van Thijs en Annemarie. Nog steeds verliefd? Wat dacht je? Ja. Gaan we naar de sport. Tennisser Timo de Bakker heeft niet weten te stunten tegenover Roger Federer. Dus Gravesander verloor gisteren in de tweede ronde van de voormalig nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2 sets van 6-3 en 6-4. In het dubbelspel plaatste de Bakker zich wel voor de halve finale. Met zijn partner Yasuta Ganoun won hij van het Franse duo Gasquet en Benedetto. Gaan we nog naar de ochtendkranten. Op de voorpagina van het AD een groot verhaal over een onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit naar sporen van fraude met paardenvlees. Staatssecretaris Sharon Dijksma maakte gisteravond bekend dat de instantie zo'n 100 bedrijven gaat bezoeken om onderzoek te doen. En dan de Telegraaf. De politie is op zoek naar een groepje jongeren dat gisteravond de brandweer in Ede op een hele laffe manier heeft bestolen. Terwijl de brandweer bezig was met een reanimatie, klommen de jongeren de brandweerwagen in en namen wat zaklampen mee. En omdat de brandweermannen zo snel mogelijk het slachtoffer hulp wilden bieden, konden ze de auto niet afsluiten. De jongeren zagen hun kans schoon om de wagen in te klimmen en de zaklampen te stelen. En dit was het voor nu. Kijk voor meer informatie op onze website omroepwest.nl en luister naar 89.3 Radio West. Wens u nog een hele fijne dag.